Zo. Lekker knetterkanon. Dank u. Lekker F'jes uitmaken. Als je scooter, als je nu een scooter was, dan was hij gelijk achter je aangekomen. Ja. Zo. Goedemorgen, beste mensen, welkom bij een nieuwe video. Ja, echt. Welkom via het openen, hè? Heerlijk. Oh, het is al begonnen, joh. We rijden nu in de ST die velen van jullie al wel kennen. Nu staan ze tuned. Zo, volledig Miltek uitlaat. Oh. Sommige echt? Seatmapping. Wat zeg je nou? Puma Speedmapping. Zo. Wat zeg jij? Wat voor taal? Puma Speedmapping zit erop nu. Oh, zo. Dan gaat ze ineens de stad uitspreken of zo. Nee. Dus ja, het is wel een hele hoop veranderd vergeleken met standaard natuurlijk. Dus ja. We gaan eerst even wat opnames maken en dan. Zometeen gaan we de. Ik heb een nieuwe auto gekocht, een Mazda MX-5. Die gaan we straks ophalen en dan gaan we jullie meenemen. Ja. Ja. Goeie. Dus de weg is echt slecht, hè? Ja, je stuk. Alleen die bochtjes zijn leuk. Jezus. Oh, joh, gaf! Als je hier allemaal gaat rijden, heb je zo'n scheid op je auto, ik weet niet. Ja, dat ga ik niet doen. Kijk, als je hier onderdoor gaat rijden, dan weet ik het wel. Ik denk niet dat je er vrolijk van wordt, nee. Nee, helemaal niet. Grafbeesten. Nee. Kijk. We gaan even snel wat opnames maken van buiten. Geen grip ook eigenlijk. Natuurlijk, ja, ik heb natuurlijk hairspray volledig uit, maar het is een beetje vocht naar buiten, dus het spint alleen maar door. Maakt het ook wel weer leuk natuurlijk, maar het is wel minder goed voor de banden. Huh? Was die goed? Nee, die laatste, die eerste ging niet helemaal goed in beeld. Ja, ik had hem echt goed dwars, hè? Nou, volgens mij die eerste ging je dwarser nog. Ja, die bocht is beter. Zal ik hem nog een keer doen? Ja, nog één keer. Zo, ja. Ja, is goed. Bam bam bam. Bam bam bam. Pauw pauw pauw. Bam. 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 Ja. Klinkt wel leuk, maar... Blijf toch nog fokte vies linder, hè? Dat is dom.
rennetje. Ja, dat blijkt toch wel leuk voor deze auto. Dat is gek gaan sliden gewoon. Ja. Ik kan die camera even neerleggen. Vasthouden, weet je nooit of er een LaFerrari voorbij komt. Kalus. Leuke auto, het is wel mooi om te zien, maar ja, als je maar niet naar de achterkant kijkt. Ja. En maar ja, het zou toch geen Mustang mogen heten? Nee. Breng het dan wel uit onder de naam Ford, maar gewoon een andere naam. Weet je wel? Ja, ik denk dat ik er eentje ga kopen. Voor een project. En dan zit ik, leg ik er gewoon een V8 in. Tot ziens. Ja man, ook gewoon. Daar zijn we dan. Daar staat hij. Net de 4x8 Spider. Toch? Wat zeg je? Net de 4x8 Spider. Zo. Maar dan toch even net anders. Dan is Perros, Pistol Collar, Trinit, Grigio. Grigio, Telesto. Yes. Dat is weer van Lamborghini volgens mij. Ja. Is die open? Ja. Sportstuurtje. We gaan even een rondje rijden. Oh, we gaan hem rijden, we gaan hem meenemen. Dat is niet voor mij. Meenemen, ja. Lekker knetterkanon. Dank u. Dank je dat ik denk. Ja. Even volgooien het beestje. Twee auto's, het is wel minder leuk bij de pomp. Hello, sir. Hoe rijdt jouw Fiesta? Hoe rijdt de Fiesta? Ja, echt heerlijk. Oké, okay, fenomenaal. Vooral vergelijken met mij ook. Pontje of niet? Kan je snel? Zijn er dan al je waggies bij elkaar? Wie oh, yeah. Die is wat te doen, man. Schoon. We zijn net met de pont geweest. We zijn aan de overkant. We gaan even drijven. We gaan even het dak openen. Een beetje zo. Voilà. Nu een gekke droptop. En dan hebben we een gekke cabrio. Piekjes aan. Hij is site of famous YouTuber. Hij is site of famous YouTuber in zijn MX-5. Ga weg met die camera. No, sir. What do you do for a living? So you drive two cars. Wow, what an amazing job. Thank you, sir. You're welcome. Ik ga even uitmaken. Ik ga wel filmen. Laat hem horen. Echt heel dik vind ik op zich voor deze auto. Echt lekker.
Ja. Je mag de tering snel toeren op gewoon. Ja, inderdaad. Nog een beetje? Huh? Een beetje. Oh ja, dat is... Ja, nee. Oh ja. Tussengasje. Toch wel lekker geluid hoor. Het is echt heerlijk. Het is een leuk geluidje. Met het dak over klinkt het veel dikker ofzo. Ja, het is veel leuker toch? Met dak dicht hoor ik eigenlijk bijna niks van die uitlaat. Het is fucking ziek, jongen. Het is wel koud. Die verwarming, zijn die MX-5's zo bekend om? Die verwarming hebben ze wel, dat is wel goed gefixt, gelukkig. Ja, die kunnen lekker heet. Ja, je wordt gelijk warm ook. Ja, echt. Zullen we even kijken waar die gemaakt is? Kijk, stoomtrein is. Wat moet over? Ja, film. In één keer stoomtrein. Nou, deze opname is mislukt. We zijn er opnieuw. Kijk of dit een beetje kan. Ja, dat is leuk. Of niet? Ja, echt. Racewagen. Oh. Je valt gewoon in deze auto, zo laat. Ja. Oh ja, wel gordel hè. Met deze gevaarlijke coureur. Ja. Het is alweer 3:30 en de zon gaat nu alweer onder. Ja, dat is echt erg hè. Ja jongens, hier kun je even informatie halen. Informatie over ships. Over ships. Dropshipping, schepen. Alle soorten shipping. Ships. Naturel chips. Godsamme. Flauw. Wat een rookontwikkeling daar zeg. Ja, daar houden we nou van. CO2 die de lucht in gaat. CO2 is oké. Ja. Die was echt gek, die was echt lekker. Gekke mannetje hoor. Die ging echt lekker. Het tunneltje aan. Het is de eerste keer dat ik hem zelf vanaf buiten hoor. De ST. Heerlijk, altijd. Het is geen betaalde promotie trouwens. Maar goed, McDonald's hebben de auto. Heeft ook zwaar met corona. Wat? McDonald's heeft ook zwaar met corona. Ja. Dat is een bijzonder vogel. Dit is Quinten, een rare vogel. Dat is nog goed. We hebben de auto opgehaald. Als je nou een leuke video vond, kijk, vergeet zeker niet even te abonneren. En we gaan natuurlijk heel veel leuke dingen doen met de auto. Misschien Nürburgring, de winter komt eraan. Dus dan hebben we ook weer leuke driftavondjes. Zeker. Misschien nog bij Lelystad. Wat leuks maken, ja precies. Oh ja, bij drift bij Lelystad bijvoorbeeld. Ja. Dat kan ook nog. Je hebt hier een hele mooie driftbaan. Ja, dus ik zou zeggen, houd het in de gaten. En ik zie jullie bij de volgende video. We hoeven die duimpjes te open, hè. Kom op jongens, dat is niet zo moeilijk. Even liken, even abonneren. Iedereen blij. Ha ha ha!